Bert, trainersvisie. Afgelopen zaterdag Stedoco. Ik las in diverse media dat er de eerste helft was het schaken. Vond jij dat ook? Ja, min of meer wel. We moesten zeer zeker even kijken hoe de poppetjes vooral ook bij Stedoco stonden. Die hadden de formatie wat aangepast. Dat wisten we wel van tevoren, maar in het veld moet je even ontdekken wie op wie komt te staan. En goed opletten van ja, wat willen zij nu eigenlijk. En waar liggen onze voordelen? Dus ik moet zeggen dat Stedoco goed aan de wedstrijd begon. Dat we echt nog wel aan het zoeken waren. Toen we eenmaal ook bij balbezit de posities goed bekleed hadden, toen kwam er meer rust in ons team. En waar maakte DVS het verschil de tweede helft? Ja, de tweede helft vooral omdat we door goed positiespel hadden we Stedoco al een beetje vermoeid gekregen. De omstandigheden daar waren ook pittig, dus je zag op een gegeven moment dat de krachten een beetje wegvloeiden. De linies kwamen verder uit elkaar en dan, als je dan goed blijft voetballen, dan kun je spitsen optimaal benutten met de ruimtes die de tegenstander laat. En dat hebben we goed gedaan. Ja, werd het bij de wissels duidelijk dat er, werd natuurlijk op het laatste van de wedstrijd, in de dying seconds, kwam het spektakel los, las ik. Kwam dat ook daadwerkelijk door die wissels die je toepaste? Nou ja, die wissels die maken gebruik van alle energie die de spelers daarvoor in de wedstrijd hebben gestopt natuurlijk. En ja, dan breng je frisse jongens die lekker scherp zijn, maar die ook in grotere ruimtes komen. Nou, dan heb je natuurlijk jongens als Berry en Daniel die daar absoluut goed raad mee weten. En Lars die als verdedigende middenveld natuurlijk uitstekend in staat is om het positiespel verder door te voeren. Dus ja, dat pakte voor deze dag hartstikke goed uit. En natuurlijk, je moet ook eerlijk in zijn, die 0-2 zo vlak naar die 0-1 gaf ook ontzettend veel rust. Hoeveel zat er tussen? Ja, voor mijn gevoel 1 minuut of 2 minuten, maar... Ik beleefde het op via teletext, maar ik dacht dat een doelpunt met hoofd dubbel telde of zo. Ja, dat gevoel geloof ik inderdaad, zeker als je niet bij was. Maar ja, we zaten nog maar net, om het zo maar te zeggen. Dus nee, dat was een heerlijk moment natuurlijk. Omdat je weet dat Stedoco natuurlijk nog Fabank gaat spelen richting het einde van de wedstrijd. Wat uiteindelijk ook nog gebeurde natuurlijk na die 1-2. Nou, voordat ik straks wel wat weet over Harken, maar ga ik nog een klein beetje scorebordjournalistiek toepassen. Het is nog 7 wedstrijden. Hoe ga je dat doen, Bert? Daar wordt natuurlijk over gesproken. Een periode of nog kampioen worden. Wat zeg jij daarover? Jij bent de trainer. Nou, we zijn klaar met de competitie. Hè? We kunnen niet meer degraderen, toch, André? Dat is missie 1. Dat is inderdaad waar, maar naar boven toe kan nog wel, toch? Ja, nee, 100% waar. Nee, we gaan nog steeds voor de titel. Zolang het in punten kan, hè, gaan we ervoor. Je hebt afgelopen zaterdag ook weer gezien dat ook de ploeg in de top het lastig hebben om tot goed resultaat te komen. Ja, we blijven voor de titel gaan. Kan dat niet meer? Ja, dan blijft uiteindelijk nog de jacht op de tweede, derde plek over natuurlijk. Om het zij of een periode te halen uit op eigen kracht of er eentje over te nemen. Dat is een mooi streven. En dan mag zaterdag eerst thuis tegen de Vriezen. Wat maakt de Vriezen gevaarlijk in jouw ogen? Goh, totaalplaatje. Het zijn echt jongens die... vroeger was het veel geweld in de zin van de fysieke krachten die ze hebben. Maar ja, ze hebben daar natuurlijk ook een stuk voetballend vermogen aan toegevoegd. En dus hun positiespel is veel beter geworden. Maar ze zijn in staat om 90 minuten lang echt er een wedstrijd van te maken. En dat zie je ook aan hun resultaten. Ze geven nooit op. Dus echt een pittige klus voor ons om daarvan te winnen.